Scheidsrechter worden. Je moet er maar zin in hebben. De druk is enorm, de belangen worden steeds groter en je krijgt voortdurend kritiek. Toch vindt de echte liefhebber altijd de weg naar het veld en het fluitje. Voormalig toparbiter Mario van de Ende staat tegenwoordig de korfbalscheidsrechters bij met advies. En soms met harde woorden. Maar daar kunnen ze in het korfbal wel tegen. Ze zijn niet bang om dus in ieder geval met de billen bloot te gaan. Ja. En met het volle verstand ook goed doorhebben dat toparbitrage ook het topniveau van het korfballen verbetert. Zoals ik zelf mijn waterpoloers niet alleen als team benader, maar vooral ook op hun individuele kwaliteit en persoonlijkheid aanspreek, zo is Van de Ende bezig om de scheidsrechters in het korfbal beter te maken. Een werkwijze die bij de voetbalbond niet goed aarde. Daar ging alles heel collectief. En ik vergelijk dat wel eens met kleine kinderen op een kleuterschool die je leert klok kijken. Ja. Dan kunnen ze klok kijken, geven ze een horloge, maar de meester bleef altijd zeggen hoe laat het was. Terwijl ik vind dat een scheidsrechter, en hier vandaag een scheidsrechtersduo, dat zie je in een kolkende sporthal waar meer dan 1000 mensen heel kort op, moeten ze kaarsrecht overeind blijven. Ja. En daar moet je aan gaan werken. Ja. Ja, en dat moet in mijn optiek heel individueel gebeuren. Kijk, wij kunnen heel leuk over sport praten vandaag, maar toch zal een type als jij anders gecoacht moeten worden dan ik. Je moet daar ook voor openstaan. Ja, zeker. En als je zelf denkt als scheidsrechter, en daar lopen er in het voetbal toch genoeg van we hebben de wijsheid wel in pacht en het gaat allemaal goed. Ja, dan denk ik wel eens van jongens, kijk even goed elke wedstrijd je eigen prestatie na. En er is voor iedereen natuurlijk altijd verbeterpunten zijn aan te dragen. Ja. En als je het in het collectief ziet in het voetballen, dan denk ik dat daar zeker toch eens een keer goed naar gekeken moet worden. Omdat daar nog in mijn optiek heel veel winst te boeken is. Ja. Na de wedstrijd zoekt Van de Ende scheidsrechter Marcel Luttig en assistent Jurie Kok meteen op voor een evaluatiegesprek. Ik zei tegen Robin van het zal toch niet door ons komen dat ze ineens een geweldige prestatie neerzetten. Maar dit is gewoon helemaal voor jezelf, moet het gewoon een goed gevoel zijn. Twee, drie dingetjes als ik dat gelijk eventjes kan vragen. Wat mij vandaag heel erg opviel, dat heb ik je vorige keer ook al gezegd, je bent een natuurlijk scheidsrechter. Er zit geen... Je speelt geen kunstje. Het enige wat ik denk dat je qua positie kiezen, dat je misschien jezelf nog eens een keer moet opdwingen. En je soort, dat je ook denkt van, ik wil alles zien. In één situatie. Als je ook nog jezelf. Je hebt vandaag in onze optiek een uitstekende prestatie neergezet. Ja, nou ja, dat zou je dus volgende keer wel moeten even laten. Want je moet hier als je schoenen gaan lopen en niet volgende week denken van, oh, dat doe ik wel even of zo. Een goede dag dus voor het duo. Maar de druk op de scheidsrechters blijft enorm. Zeker in het voetbal. Technische hulpmiddelen zouden een deel van die druk weg kunnen nemen. Maar dan moeten de scheidsrechters daar wel zelf om vragen. In plaats van alleen maar ja en amen tegen de FIFA te zeggen. En dat vereist een durf die Van de Ende mist bij de huidige generatie. De meeste scheidsrechters die denken toch van we zijn blij dat we erbij horen. En, willen we ook blijven? Ja, dat willen we ook blijven. Ja. En als we te veel kritiek hebben, zal het ongetwijfeld ons baantje kosten. Ja. Nou ja, maar ja, dan blijven we natuurlijk altijd met een probleem zitten. Ja. En ik denk als je een echte persoonlijkheid bent, en het is namelijk niet gek als je jezelf ook verenigt wat dat betreft en een gezamenlijk standpunt naar buiten kunt brengen. Ja. En ik denk dat een UEFA en een FIFA dan absoluut toch eens een keer door de bocht moet. Want, maar dan moet je als scheidsrechter ook in ieder geval durven. Ja. En dat is niet bij iedereen gegeven.